hele goede morgen. Het is eerst bewolkt en enkele buien. En in de loop van de middag mogelijk opklaringen. Het wordt zo'n 20 graden. U kijkt naar het TV Westnieuws van dinsdag 14 juli. En mijn naam is Nawal Bakali. Het OM gaat ervan uit dat de jongen uit De Lier, die in Ouddorp een fataal ongeluk heeft veroorzaakt, wist dat hij twee vrienden in zijn achterbak had. Hij wordt vervolgd voor doodslag en een poging daartoe. De 19-jarige bestuurder wordt vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De jongen kroop hier in Ouddorp 's ochtends achter het stuur om met zijn wagen te gaan crossen terwijl hij dronken was. De twee jongens die achterin lagen te slapen werden eruit geslingerd. Een van hen is overleden. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam zoekt uit wat er precies is gebeurd. We verdenken de jongeman van een doodslag en een poging daartoe, omdat we het sterke vermoeden hebben dat hij wist op het moment dat hij de pick-up truck ging besturen dat er twee personen in de laadbak zaten. Nou ja, met uiteindelijk in één geval een fatale afloop en een andere jongen die ook stevig gewond is geraakt. Vandaar die verdenking. De rechtercommissaris beslist waarschijnlijk vandaag of de 19-jarige verdachte nog 2 weken vast blijft zitten. De kans dat bestuurders persoonlijk verantwoordelijk worden gesteld voor het wanbeleid bij ROC Leiden is erg klein. Dat zeggen juridische experts tegenover Omroep West. De mbo-instelling werd vorige maand op het nippertje gered. Achter de schermen wordt nu gewerkt aan de gecontroleerde ontmanteling van de school. Ook zoekt een onderzoekscommissie uit hoe het zo fout heeft kunnen gaan bij ROC Leiden. Dit voorjaar bezwijkt ROC Leiden onder het financiële gewicht van de 2 nieuwbouwpanden bij station Leiden Centraal en station Leiden-Lammeschans. De Tweede Kamer redt de school van een faillissement, tot opluchting van leerlingen en docenten. We kunnen gewoon hier blijven waar het uit en vertrouwd is. Dus dat vind ik wel heel fijn. Maar die redding heeft een prijskaartje. 40 miljoen euro, opgehoest door alle mbo-instellingen in Nederland samen. Dat vraagt om antwoorden. Een commissie onderzoekt nu wat de bestuurders van de school te verwijten valt. Maar kunnen ze daarvoor ook bestraft worden? Dat is denkbaar. Alleen, je moet wel voldoen aan strenge eisen. De lat ligt erg hoog om bestuurdersaansprakelijkheid te kunnen realiseren. Jacques van Gaal is de bestuurder van ROC Leiden die het initiatief neemt tot de bouw van de panden en de financiering die uiteindelijk de school de kop kost. Van 2001 tot 2010 is hij voorzitter van het bestuur. Nu is hij met pensioen en wil er niet veel meer over kwijt. Ik voel me niet aangesproken. Als er iets is misgegaan, moeten mijn opvolgers het oplossen. Inmiddels wordt wel gewerkt aan een wet die het makkelijker maakt om bestuurders verantwoordelijk te stellen. Die zal alleen geen invloed meer hebben op de zaak van ROC Leiden. Het rapport van de commissie die de gang van zaken bij ROC Leiden onderzoekt wordt dit najaar nog verwacht. Bijna alle verdachten die gisteren voor de snelrechter stonden vanwege de rellen in de Haagse Schilderswijk zijn weer vrij. Ze kregen een celstraf tot 11 dagen, maar die hadden ze al uitgezeten. De mannen gooiden stenen naar een ME-bus. Een van hen maakte schietgebaren naar de politie. En een man moet een paar dagen langer in de cel blijven omdat hij een agent had mishandeld. De Schilderswijk werd vanaf maandag 29 juni een aantal nachten geteisterd door rellen. De relschoppers grepen de dood van Mitch Henriques aan om zich te misdragen. De Arubaan kwam waarschijnlijk door hardhandig politieoptreden om het leven. Het houdt Rijnsburg al een week lang bezig. De giftige spin die werd gevonden in een doos met bloemen, maar daarna nietsvermoedend vrijgelaten werd door medewerkers van Flora Holland. Alleen, waar is dat beestje nu eigenlijk? In dit perkje op het terrein van Flora Holland is de giftige spin vrijgelaten. En als waarschuwing is er dan ook een lint gespannen. Maar echt zinvol lijkt dat niet. Rijnsburg hoeft niet bang te zijn. Dat beest is al lang verdwenen. Misschien opgegeten door een vogel. Misschien doodgegaan. Misschien zit hij in een boomtop. We zullen het niet meer weten, denk ik. Maar bang zijn hoeft zeker niet. Groot alarm wordt er geslagen als blijkt dat het om de kamspin gaat. En die zou giftig zijn, maar dodelijk? Nee, dat is de spin vrijwel niet. Bedenk maar dat het een dubbele wespensteek is. Pijn, au, bult. En bij deze misschien na 2 dagen is dat weer verdwenen. Tenzij je hypergevoelig bent voor allerlei dingen. Hè. Mensen hebben ook soms meer last dan een ander van een muggenbeet, muggensteek. Ja. Dus de kans dat je er echt aan doodgaat is eigenlijk nul. Dat je er last van hebt, ja. Maar dat kan je vermijden door er niet aan te komen. In de gemeente Nieuwe Wetering is aangifte gedaan bij de politie van een iets wat vreemde diefstal. Dit keer eens geen woninginbraak of autodiefstal, maar een ordinaire greep van de waslijn. Geen idee. Nee, ik neem ook dat het niet waar is, denk ik.
ja, waarom zou je BH's jatten van iemand anders? Vol ongeloof reageren de inwoners van Nieuwe Wetering op het nieuws dat er 13 BH's zijn gestolen van een waslijn aan de Achterweg. Bij wie de BH's zijn ontvreemd, is de grote vraag. Ik heb geen idee, maar het zal wel slap hangen dan allemaal, hè? Denk ik. 13 BH's aan een waslijn. Volgens de bewoners van de Achterweg is het een goede grap. Nou, ik vind het al opmerkelijk dat je 13 BH's buiten hebt hangen. En ja, het verhaal is een beetje raar. Wie heeft ooit 13 BH's in huis? Buiten hangen. Dat doe je toch niet? Ik ga tenminste niet met die dingen te koop lopen. Eén tip heeft een inwoner wel. Ik ben in Afrika geweest, daar hangen ze de BH's niet buiten aan de lijn. Hè? Dat is een schaamtezaak, die hou je binnen. Dus misschien is dat een tip, hè? Om ze gewoon binnen op te hangen. En bij wie de BH's zijn gestolen, blijft een raadsel. Het is aankomende vrijdag, 17 juli, een jaar na de ramp met toestel MH17 van Malaysia Airlines. Bij Omroep West herdenken wij de hele week de slachtoffers en betuigen we steun aan de nabestaanden. Vandaag het verhaal van Ralf en zijn zoon Mika over hun buurjongen en zijn beste maatje. Nou, dit is de familie. Familie Dang. Ming de moeder en het vriendje van mijn zoon, Drie. Dit is zijn Xbox-account. Hele kleine dingetjes, geluid, naam, vliegtuig. Dat brengt hem zo nu en dan wel eens in een dip. En voor zo'n kleine kerel nu van 13 jaar is het ook als ouder erg om te zien ook. En zo jong al en dit al mee moeten maken. Ja, vanmiddag om 17:30 in onze nieuwsuitzending kunt u kijken naar een uitgebreide reportage met Ralf en zijn zoon Mika in onze serie rond MH17. Dan gaan we naar de ochtendkranten van vandaag. Ja, in alle kranten aandacht voor het principeakkoord dat gisteren met de Grieken is bereikt. En de zware taak waar de Griekse premier zich over moet buigen. Hij moet namelijk een groot bezuinigingspakket door het parlement loodsen om uitzicht te houden op onderhandelingen met de internationale geldschieters. En aanpak na MH17 is een wassen neus. Dat kopt de Telegraaf vanochtend. De luchtvaart heeft nog steeds niks geleerd van de ramp met MH17. Er wordt in de hele wereld volop over conflictgebieden gevlogen via de kortste en dus voordeligste routes. Onder druk van Nederlandse maatschappijen en piloten is daarom een Nederlands veiligheidsplan in de maak om vliegen door gevaarlijk luchtruim vanaf Schiphol te vermijden. Middelbare scholen in Voorburg en Rijswijk worden platgebeld door ouders die hun kinderen per direct van het Aloysius College willen halen. Dat staat ook in het AD. Zo proberen ze de afspraak tussen Haagse scholen om AC'ers komend jaar niet aan te nemen te omzeilen. Ouders kregen vorige week te horen dat het Aloysius College per 1 augustus 2016 gaat sluiten. En verder ook in het AD een hele bijzondere foto van de nachtwacht. Dit keer geen afbeelding van machtige mannen uit de 17e eeuw. Nee, de nieuwe nachtwacht staat vol krachtige en ondernemende vrouwen die ons land gidsen naar economische groei. Zo siert Nelly Kroes de voorkant van het schilderij. Zij voert de scharen aan. En naast haar businessvrouw Sylvia Toot. De nieuwe nachtwacht is vanaf 5 september overigens te zien in het Felix Meritus. Tot zover het TV West nieuws voor nu. Vanmiddag om 17:30 dan is er weer een nieuwe uitzending. Tot die tijd blijft u op de hoogte via onze website. En dat is omroepwest.nl. De apps via Facebook en Twitter. Maar ook onze collega's van 89.3 Radio West houden u op de hoogte. Dan wens ik u alvast een hele fijne dag.